De regionale gezondheidsdienst, RGD, zal in de eerste week van augustus goed worden voorzien van babyvoeding, zei minister Amara Madin van Volksgezondheid gisteren in de openbare vergadering in de Nationale Assemblée. De bewindsman reageerde op vragen van VHP-parlementariër Mohammad Mohab Ali over een tekort aan babyvoeding. In de vergadering van 20 juli bracht Mohab Ali naar voren dat geregistreerde ouders ruim 2 maanden geen babyvoeding hadden ontvangen. De mensen die waren geregistreerd voor babyvoeding kregen om de 1 maand babyvoeding. Nu krijgen we berichten dat er ongeveer 1 tot 2 maanden geen babyvoeding beschikbaar is. Op de lokale markt moet er voor 1 blik ongeveer 200 SND betaald worden. Voorzitter, via u aan de minister. Is er een schaarste? Wat is het probleem? En wanneer is er een oplossing? En wat wij vooral moeten voorkomen is dat we ondervoede kinderen hebben. Minister Ramadin liet gisteren weten dat er geen probleem is met de registratie en ook niet met de distributie aan RGD. Echter lag het probleem bij de financiële afhandeling. Daar komt nu verandering in, omdat de nodige voorzieningen intussen zijn getroffen om de betalingen aan de leverancier vlotter te laten verlopen. We hebben dus het advies van het ministerie van Financiën ook ingewonnen en daar zijn concrete voorstellen gedaan hoe wij de betalingen vlotter kunnen laten lopen. De registratie is in volle gang en de planning is, lid Mohab Ali, om in de eerste week van augustus de RGD goed voorzien te hebben van babyvoeding, waarna de moeders de babyvoeding kunnen verkrijgen. Ik kan u aangeven wat cijfers. De nieuwe aanmeldingen van januari tot en met 24 juli is 4290 moeders die baby's hebben geregistreerd. We hopen dus dat dit normaliseert. De planning voor de rest van het jaar op basis van onze begroting is om de geprojecteerde 5000 nieuwe baby's, dus nieuwe registraties, nog te kunnen voorzien van met de huidige prijs van de leverancier. De minister zegt dat elke registratie voor babyvoeding goed wordt bekeken. Echter is er niet heel vaak een afwijzing, omdat het om mensen gaat die inderdaad behoeftig zijn. Het Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, heeft vandaag meer dan 2700 landbouwmachines overhandigd aan agrarische ondernemers. Het betreft agrariërs uit Brokopondo, Sipaliwini, Marowijne, Para, Saramaka en Komowijne. De landbouwmachines bestaan uit tractoren, ploegen, rugspuiten, cassaveverwerkingmachines, oogstkratten en irrigatie-items. Met deze landbouwmachines hopen de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Regionale Ontwikkeling en Sport dat de agrariërs hun ondernemerschap een boost kunnen geven. Erik Sabayos, Chief Technical Advisor van de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO, zegt dat deze machines de productie van deze agrariërs moet helpen bevorderen. Ook hoopt hij dat deze geste zal bijdragen aan de kwaliteit van de producten. So then the buyers in the market will like to buy more from you. Not only that. If you have cassava, for example, you can do quack now, so you can have other products that will be with better value, more money for your products. This is the result of your own effort. And we are happy today to accomplish our promise, to fulfill our promise to provide you these tools that you need to transform the agriculture sector in Suriname. Directeur Anand Ramkisun Singh van Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking haalde aan dat de tijd van met de hand werken al voorbij is. Hij sprak de hoop uit dat de agrariërs met deze schenking beter gaan verdienen. Het ministerie werkt steeds aan mogelijkheden zodat planters beter produceren, zegt Ramkisun Singh. Ik ben zeker, een aantal van u heeft misschien niet eens geslapen en gedacht van, oh man, ik wil toch zo graag mijn nieuwe machine hebben. Het is van u. Maakt u er goed gebruik van. Geeft u de zorg die het nodig heeft, net als die planten.
En geeft u ook de service die daarbij gepaard gaat. Wees u voorzichtig mee. Zodat u langer ervan kan genieten. Zodat wij uiteindelijk, geheel Suriname natuurlijk ook, er profijt van zal hebben. Hermin Pavillon, directeur van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland bij het ministerie van ROS, zegt dat de ontwikkeling van de agrarische sector belangrijk is voor de voedselvoorziening. Ze wees erop dat de groep mensen die wil ondernemen in deze sector steeds toeneemt, wat maakt dat de behoefte aan financiële en technische ondersteuning erg groot is als Suriname wil overgaan tot productieverhoging en export. Als directeur doe ik daarmee ook een dringend beroep op u om de agrarische potentie van het binnenland extra aandacht te geven. Er is een enorme bedrijvigheid gaande en de belangstelling om meer te weten over verwerking en uit te breiden is buitengewoon. DAOB doet haar best deze landbouwers te ondersteunen, maar door het samen te doen met het ministerie van LVV en andere organisaties zou de progressie bij de landbouw beter tot uiting komen. De overhandiging van vandaag is de 7e in het tweede matching grant project van SAMA. In deze tweede ronde van oproep van SAMA zijn er 169 kleine en grote schenkingsprojecten goedgekeurd, waarbij meer dan 14.000 machines, verwerkingsequipment en diensten zijn geleverd aan personen en bedrijven uit de agrarische sector. Eerder zijn er in deze ronde meer dan 2.000 items geleverd.